Daar loopt er alleen maar een vuurwapen. C-assistentie, vuurwapen. Hallo, vertel. Ah, oh, gaat gewoon door. Oké, okay, achtervolging is hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor Amor. En vandaag weer eens met de Turan 2011. En heeft Wim een tatoeage en dan zul je eerst je eerste vraag. In eerste instantie bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We've got a person stealing a car in. Dus jullie eerste vraag, mag dat bij de politie? Jazeker mag dat. Dus jullie tweede vraag, wat ga je deze snel doen, mevrouw? Rij, loop godmonden hier door. Wayo. Achtervolging. Persoon steelt een voertuig. Stop vooraan. Geen achtervolging dus. Gaat er. Stop netjes. Even mooi ernaar kijken. Ja, het shout-out naar Emma Altmeer. Die hielp mij met de bovenste tatoeage. Er zijn er twee namelijk. En per ongeluk voegde ik die onderste toe en het had wel wat. Dus dat. En ja, mag dat bij de politie? Ja, zeker. Einde. Dus ik ga hem blijven gebruiken. Als je hem niet mooi vindt, ja, dan eigenlijk gewoon pech. En als je hem wel mooi vindt, goed zo. En net zoals echte tatoeage, die ga je niet zomaar weg kunnen toveren. Dus die zit vast. Maar ik vind dat ik ook wel eens iets mag doen zonder rekening te houden met anderen. Maar het zal echt wel, jullie zullen hem al mooi vinden. Dit is Jamie. Jamie die is waarschijnlijk niet de eigenaar van dit voertuig. Want de eigenaar van het voertuig is... Ik ga het volgende kenteken voor in aandrukken. Burak? 2-0. Dan gaan wij vragen... is dit voertuig voor u? Nee, dit is voor mijn vriend. Ja, dan loop ik al vast. Wat moet ik dan doen? Ja, wie is die vriend dan? Hetzelfde antwoord. Wie is die vriend dan? Ja, oké, okay, dat kunnen we niet vragen, want dan had ik hem anders even gebeld. Oh ja, dat is Burak natuurlijk. Maar Burak kunnen we verder niet bellen of uitzoeken. Dus hij mag uitstappen. Dus bij deze even aangehouden. Staan blijven. Hier komen. You moron. Ja. That shook me up. Oh shit, sorry. Nou, oké. Okay. Die staat zo meteen wel op en dan wordt hij meegenomen. Ik was shift T, maar ik deed op R geloof ik. Ja, zie je, want nu is R ook weer schoppen. Dus, voertuig gaat naar het bureau. Want dat had ik ook zelf even kunnen rijden, maar ja. En dan gaan wij door, naar de volgende melding. Dus tatoeage, voor de rest niks toe te voegen, Turan 2011, omdat het kan. Dus ook shout-out naar Emma Aalsmeer voor de Turan 2011, die hij een tijdje terug heeft gemaakt natuurlijk. 2ZJ24 is Maastricht. Voor de rest nog iets. Ja, avonddienst. Het is nu, ja, dat kan ik niet laten zien hoe laat het nu is. In ieder geval een avonddienst. Want dat vroeg iemand, kun je weer eens in de Touran avonddienst. En omdat ik dat wel al heb gedaan met de 2016, dacht ik, nou dan pak ik nu wel weer 2011. We gaan lekker op pad. We gaan hier even staan. En dan gaan we F11 dat. Dan gaan we cover en vest aan doen en dan gaan we instappen en dan gaan we achter een persoon aan die wordt gezocht. De foto has been sent, maar ik weet niet waar naartoe. Hij is zwaar, of in ieder geval gezocht voor een gewapende overval. En ja, meestal als ik langzaam rij of zo, dan... Ik kon er wel een beeld te staan wie het is. Maar dat is dus een gevaarlijk persoon. En er wordt sowieso binnen een paar seconden op mij geschoten. En dat komt omdat ze in een steegje met zijn bodyguard staan. Ze rijden eerst even langs. Daar loopt er alleen maar een vuurwapen. C-assistentie, vuurwapen. We hebben een 1099 in Del Perro. Politie, wapen laten vallen. Oh shit. Oké, okay, eerst iemand met vuurwapen.
Wapen laten vallen. LSPD, don't make me shoot you. Hey. Ze luisteren gewoon niet. You sorry piece of crap. Kick your ass. Stop, please. Jesus. Schoten gelost, schoten gelost. Oh shit. Waar is hij, waar is hij? Daar. Verdachte neer, denk ik. Ik wil het zeker weten. Links, niks. Vier lijnen mensen. Ik zie hem niet meer. Is hij weggerend of zo? Nee. Oké, okay. Dan zal hij al ergens in de struiken liggen, want ik kreeg opeens code 4. Ik ga wel nog even kijken, want we zochten natuurlijk iemand die hier zou zijn. En meestal zijn het twee bodyguards en dan de persoon die we zoeken, die loopt naar grond. De eerste was een mevrouw. Vraag even voor een ID. Nou, die wordt niet gezocht. Goed, dan laten we het hierbij. Dan weet ik niet of de melding nou positief is afgerond. Ik denk het wel. We hebben in ieder geval F11, waar we steekvis kort. Goed, en we zijn weer in Zebba. Ik ga meteen een volgende bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Even kijken mijn verdachte situatie. Prioriteit 2. Kijken of mijn banden niet ontploffen nu. Ik denk het wel. Weet u alstublieft, prio 2. Dus kijk. Ik kan er even tussendoor. Thanks. Even fietspad pakken hier. Prio 2, vrijstelling uiteraard. Zoals de meeste mensen inmiddels wel snappen. Ja, wat houdt een verdachte situatie in en wat moet je daarbij doen? Met een verdachte situatie hoor je 112 te bellen. Hou er wel rekening mee dat je, of dat heel veel mensen denken van dat durf ik niet, want ik zie hier iemand die staat daar. Ik ga even om. Er staat iemand met een in een wit busje. Nou, die staat wel voor mijn huis en staat maar steeds naar binnen te kijken bij die mensen, maar dat zal wel niks zijn, dus ik bel daar niet 112 voor, want het valt voor mee en dat blijkt dan toch een inbreker te zijn. Dus beter bel je te vaak dan te weinig voor een verdachte situatie, is mij een keer verteld. Ja, wat is nog een verdachte situatie? Nu dus in dit geval waarschijnlijk een persoon, een melder, die meldt dat er iemand bij een pinautomaat continu met mensen is aan het meekijken ofzo. Hoe die zijn aan het pinnen, of dat soort dingen. Volgt hij in eerste instantie? Hij staat daar dus. Er zou een getuige zijn. We rijden alvast hierheen. En dan staat dus iemand inderdaad daar zo naar ons te kijken nu ook, voor de pinautomaat. Goedendag. Hallo. Wat is er aan de hand? Ja, ik weet dat er een man daar staat. Oké. Okay. Goed,
niet. Even een verklaring opschrijven. Het is dus zo dat die persona staat te kijken inderdaad hoe mensen zijn aan het pinnen. Op dit moment is geen strafbaar feit waargenomen. Wij gaan daar even heen vragen wat meneer hier is aan het doen. Vragen zijn IT, schrijven wat gegevens op. Als alles in orde is, dan vragen wij hem dit gebied te verlaten. Thanks, fijn dag verder. Je mag in principe hier weg. Doei. Kakasoto Shikoriri. Oké. Goedemiddag. Hallo. Goedendag meneer. Mag u vragen wat u ben aan het doen hier? Oké, meteen in de aanval. Ik doe toch helemaal niks fout. Ik kan hem niet fouilleren, dus ik weet niet hoe ik dat doe. Ik ga die even zien. In ieder geval. Dus dat is een dikke bluff wat ik net zei. Mag ik u fouilleren? Ja, natuurlijk. En dan kan ik het niet doen, dus dan ga ik maar over. Ja, niks aan de hand. Goed meneer, u mag hier weg en dan... ja, ik weet het ook niet. 1-0-C. End call. Ja, okay, 1 Lincoln 18. We have an officer requiring assistance in Strawberry. Prio 1. Melding. Assistentie bij een verkeersstop. Hoe noem je dat weer? Wauw. Ik weet het even niet meer. In ieder geval. Collega's willen graag een eenheidje erbij in verband met of een BTGV of weet ik het wat. Hallo, vertel. Oh, gaat gewoon door. Oké, achtervolging. Ja, rij dan. Wat rijdt dit die raar? Wat doe je nou allemaal, idioot? Uitstappen. Hier komen. Uitstappen. Gaan laten zien. Liggen. LSPD. Make me shoot ya. Liggen voor het getaste. Meewerken. Goed zo. Helemaal klaar met jou. Goed zo, aangehouden. En naar het bureau. Transportje. Dankjewel. Wij gaan... Waar gaan wij nemen? Als er iets mee aan de hand. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. En jij bent? 1, Sierra, Bravo, Victor, 4, 8, 2, 0, 10, 9, 9. Oké. Er zijn niet opgegevens gestolen, misschien net gemeld of zo, weet ik het. Attention all units, we've got citizens report in Pillbox Hill. Rijdt alsjeblieft prio 1. Zo, en wij gaan weer door.
12013, 12013. Ik ben een onderweg, 12013. We have a possible 148 in Textile City. Oh, een paal. Zonde. Hier komen we. Vies in de handen. Police! Goed. Aangehouden. Lijkt me logisch. Voor winkeldiefstal. Hun scheuren over de stoep. Jij hebt een vuurwapen, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Assistance needed. Voor een suspect placed under arrest in paal. Textile City. 12:05. Jammer. Dat is gehoord. Hallo. Doei. Nog een paal. En nog een keer. Wij gaan even hier aan de kant. Scheer je weg. Praten met meneer van de winkel om te kijken de verklaring misschien nu af te leggen. Goeden dag. En oké, dat is knap. Heeft voor €377 aan spullen gestolen in deze winkel. Dat is niet niks. Zou ik niet nadoen in de kledingwinkel is misschien niet heel moeilijk. Als je merk kleding pakt. Heb je die zo binnen? Oh, dat is wel jammer. Dat is echt jammer van die ambu. Ik zie nu die ambu rijden en jullie hebben die nog niet gezien. Behalve als je mij op Instagram volgt, ik zal hem even hier neerzetten. Het is toch rustig qua meldingen nu. Een ambu. Maar je zag hem niet, want van afstand wordt hij dus blijkbaar gaat hij weg. Dit is hem uit Brabant, uit Eindhoven. Ja, best ver toch? Deur gaat niet. Bericht voor alle wagens. We have a threatening phone call. Kan er doorheen lopen? Textile City. Toch? Ja, dan gaat het dit. Hier ook. Hier niet. Ik kan ergens niet tegenaan lopen. Hier alleen de motor of zo. Motorblok. Goed, ik ga even wat dingen doorgeven van hoeveel afstand. Zou dit zijn? 30 meter? Be right back. Zo, daar zijn we weer. Wij gaan lekker terug naar Toeran. We krijgen de laatste melding. Ik dacht niet pakken van anderen. Die crasht geloof ik. Ik ga hem toch proberen. Officer, nou, security. Oh nee, wacht, dit is handhaving, hè. Krijgen we prioriteit. Nee, prioriteit 2 voor een handhaver die assistentiepolitie nodig heeft. In verband met dat het toch prioriteit 2 wordt ingeschat. Even een vrijstellingje. Tegen de tijd dat jullie dit filmpje zien, is de zomervakantie alweer een maand voorbij. Nou, dat is misschien wat overdreven, misschien nog niet. Heb ik hopelijk alweer de nieuwe dienst meegepland bij de politie. Het was zo na de zomer. Letterlijk na de zomer. Dus ik weet niet, echt na de zomer. Dus in de herfst, of wat komt na de zomer. Wauw, wat slecht voor mij. Of, mooi hè. Dat soort dingen niet weten. Of na de zomervakantie. Oftewel voor mij over 2 weken. Dus nu 20 augustus of zo. En voor jullie 4 weken terug. Tot ik dan iets had gemaild. Dus ik ga in ieder geval na de zomer even mailen. Of na de zomervakantie even mailen. Over 2 weken dus zo van. Hoi, hey, jullie zeiden na de zomer. Bedoelen jullie daarmee na de zomer of na de zomer? Als je me snapt. Dit mag je niet doen hè. Zelfs met spoed mag je geloof ik niet tegen het verkeer. Ja, dat mag wel, maar niet heel gewenst. Maar we doen het toch. Maar dan horen jullie het nog. Of jullie weten het inmiddels al.
We gaan hem niet op de metrobaan zetten. Kunnen we hem wel hier neerzetten. Zo. Ik schat het op, of ik durf te gokken op een gevalletje niet willen betalen. Mag ik even overstreken, dank u wel. Geen geldig vervoersbewijs. Sorry. Ja, we zijn even weg. Goedemiddag, hallo. Wat? Oké, dus het is eigenlijk gewoon geval mevrouw misdraagt zich nadat hij waarschijnlijk vroeg voor een geldig reisbewijs. Ik ben zo slecht in dingen als ik het als ik ben aan het opnemen en dingen te noemen. Ik geloof dat ik dement word. Maar waar het om gaat, toen begon ze te schelden, toen begon ze te janken, weet ik het wel allemaal. Hij zegt, ik vind het niet normaal dat hun ons zo behandelen, dus als jij klaar bent met alles wat je doet... dan nemen wij er vervoersbewijs, dat is hem, in beslag en dan, mag ze met vervolg of zoiets. Goedendag. Ja. Nou mevrouw, ik ga hem hier niet, ik ben hier neutraal in. Dus, oké. Mag ik die even zien? Want we gaan tenslotte toch over u. Ze vragen wel hoe oud ze is, terwijl ze uit 1970 komt. Een beetje, misschien was wel lief bedoeld. Maar ja. Niks met mevrouw in de hand. Mevrouw, ik denk dat het beter is als u hier het gebied verlaat en u weg vervolgt. De meneer wil wel nog even met u praten. U gaat hier wel weg. Hup. Kijk dan, je kunt het makkelijk doen of moeilijk, maar je gaat er weg. Dus... Heb je dat begrepen? Ja, dat zal. Oprotten. Weg hier. Kom. Weg. Anders ga je mee. En ik weet niet op grond waarvan, maar dan ga je gewoon mee. Want dan ben je irritant. Weg hier. Weg hier. Het is jammer dat je niet kunt duwen. Maar dan echt duwen. Even zijn duwtje geven. Kom. LSPD! Weg hier. Doei. Melding afgerond is C. Iedereen met vervolg, is mevrouw ook op een rot. Zo, mevrouw gaat met vervolg. Handhaver gaat de eerstvolgende trein even controleren. En ik bedank iedereen voor het kijken. Hopelijk vond je een leuke video. Hopelijk vind je het tatoeage vet. Als je hem niet vet vindt, ja sorry. Als je hem wel vet vindt, laat dan een duimpje omhoog achter. En hij blijft sowieso. Dus zoals jullie in de laatste video's al vaker zien, gebruik heel veel oranje. Gebruik heel veel kort t-shirt, omdat ik dan een beetje mooier heb gemaakt, vind ik zelf. Rustig. Dus ja, jullie gaan hem vaker zien. Maar als het misschien weer naar wintermaden komt of slecht weer is, dan noemen we ook weer gewoon lange mouwen. Dus ja, doei!